Waarom is Apple tegenwoordig zo'n ontzettend populair product onder jongeren, voornamelijk ook? Nou, eigenlijk is Apple gewoon op het ogenblik overal populair. Bij jongeren, bij ouderen, bij bejaarden, in het bedrijfsleven. Overal is Apple nu zeg maar een winnaar. En dat komt door twee dingen. Enerzijds doordat ze gewoon prachtige producten maken. En twee, omdat de brand gewoon mystiek is geworden. Ze hebben gewoon een fantastisch gevoel, hebben mensen bij de brand. En ze hebben prachtige producten. En die producten die zijn niet meer zo uniek. Maar de brand is op een hoogtepunt op het ogenblik. Heeft het overlijden van Steve Jobs daar misschien wat mee te maken gehad? Of ze nou populairder worden of niet populairder? Nou, het heeft wel voor heel veel naamsbekendheid gezorgd. Ook bij mensen die het toen misschien nog niet kende. Nee, ik denk dat het echt helemaal niets heeft uitgemaakt dat Steve Jobs dood is. De meeste, dat is alleen maar een insider story. En de meeste mensen die hebben daar helemaal niet echt een groot gevoel bij. De meeste mensen die zeggen gewoon van ja, ik heb gewoon gezien dat een iPhone een heerlijk makkelijk apparaat is. Ik heb gezien dat een MacBook dat altijd werkt. Ik heb gezien dat als je een iPod hebt, dat heerlijk is om muziek te doen. En dat is eigenlijk, het is echt een brand wat gebouwd is op de kwaliteit van de producten. Ja, ze zijn heel gebruikerstoegankelijk. Is dat wat de producten van Apple zo aantrekkelijk maakt? Want je hebt bijvoorbeeld Samsung of de Blackberries, de de producten van Apple, die snellen die toch een beetje voorbij. Ja. Nee, absoluut niet waar. Samsung in zijn eentje verkoopt twee keer zoveel telefoons als Apple. Dus als alle Apple iPhones en zo bij elkaar, Samsung doet in zijn eentje twee keer zoveel. Er worden vijf keer zoveel Android-telefoons verkocht als iPhones. Dus het is echt helemaal niet zo. En er zijn ook een heleboel, MP3-spelertjes waar zeg maar Apple helemaal geen marktaandeel, geen meerderheid meer in heeft. Ze zijn nog wel de grootste marktaandeel op het gebied van tablets. De tablets, de iPad, daar wordt nog steeds de meeste van verkocht. Maar ook daar is Android bezig met een absolute inhaalrace. En daar zullen ook gewoon een meerderheid van de tablets zullen gewoon Android zijn. Dus nee, qua aantallen ben ik het helemaal niet met je eens. Er zit in de smartphone-markt heeft nou Apple misschien 12%, 13%, 14% marktaandeel, afhankelijk van welk gedeelte van de wereld je kijkt. Maar het gaat over dat ze er ontzettend veel geld voor krijgen. Het zijn dure producten over het algemeen. Dus een iPhone is het duurste van het duurste. En maar het gevoel wat mensen hebben is dat ze een Rolls-Royce hebben. Maar dat is absoluut, de meeste mensen kunnen geen Rolls-Royce betalen, dus die kopen gewoon een Android. Ja, precies, want we zitten nu nog steeds in tijden van crisis. Dat herken je eigenlijk overal wel terug. Toch lijkt niemand te bezuinigen op bijvoorbeeld een smartphone. Op dit moment heeft meer dan 80% is in het bezit van een smartphone. Ja, iedereen heeft gewoon nu in Nederland, 80% heeft een smartphone. En ja, dat is gewoon een noodzakelijkheid. En wat aardig is ook, niemand betaalt er ook voor. Niemand betaalt eigenlijk zoals ik, 600 en wat heb ik ervoor betaald voor dit iPhone 5'je? €900. €879 met een 64 gigabyte dingetje. Maar dan ben ik een van de weinigen, want de meesten die kopen gewoon met een abonnement. En dan betaal je gewoon €30, €40 per maand. €1 per dag. Nou, dat kunnen de meeste mensen, die kunnen dat nog wel betalen. Dus maar ja, enerzijds heb je de opkomst van de telefoon. Iedereen wil gewoon een telefoon. Iedereen wil nu een smartphone. En anderzijds heb je de opkomst van het merk Apple. Wat niet via de smartphone ging, maar eigenlijk via de computer. Ze hadden eigenlijk gewoon makkelijk bedienbare computers die een beetje cool waren, mooi, twee keer zo duur. En toen ze eigenlijk dat was een 5% van de markt ongeveer. En met de iPod, die in 2001 kwam, hadden ze opeens een apparaatje waar je muziek naar kon luisteren, wat iedereen eigenlijk interessant vond. En toen kregen ze daar een enorm marktaandeel op. En hebben ze daar heel veel nieuwe modellen gemaakt. En werd dat eigenlijk het dominante gedeelte van de business. En in 2007 kwamen ze dan met de smartphone, met dezelfde soort, ja, een heerlijke user interface die gebaseerd is. Het belangrijkste was dat het een user interface gebaseerd op een vinger. En niet op basis van een raar soort muisje of zo. Of met een pennetje. En dat was de grote innovatie. En daar hebben ze dat hebben ze keurig gedaan. Op het ogenblik is Apple al lang niet meer het meest innovatieve bedrijf. De user interface van de iPhone is al 5 jaar lang hetzelfde. Gewoon wat icoontjes op de voorpagina. En Android is eigenlijk al veel meer sophisticated. Daar heb je gewoon een mooi icoontje voor het weer, een mooi icoontje voor je agenda, een mooi icoontje voor je e-mailbox. Je kunt veel meer variëren en personificeren. En je hebt keuzes van €100 Android toestellen tot €700 of €600 toestellen. Dus je hebt veel meer keuze en variatie. En het verandert ook veel sneller dan de iPhone.
Is dat dan ook waar de toekomst van Apple producten ligt? Dat het meer zal gaan lijken op de producten van de concurrent op dit moment? Nou, kijk, in 2007 heeft de iPhone, die was gewoon vernieuwend. En nu heeft iedereen, zeg maar, heeft ze niet alleen maar is bijgekomen, maar heeft ze ingehaald. En nu moet, er is net de man die verantwoordelijk is voor die hele user interface van iOS, van Apple, iPhone, die is ontslagen. Die is de deur uitgegooid. En iedereen hoopt dat het nu weer eens wat gaat gebeuren. Want ja, de brand is wel heel mooi, maar de brand is een beetje een representante van wat er in het verleden is gebeurd. En nu kopen mensen wel mooie apparaten. Qua hardware is het lekker dun en mooi en werkt het gewoon goed, maar het is een beetje oud. En als ze niet gewoon vernieuwen en blijven innoveren, dan kunnen ze nooit gewoon €200, €300 meer vragen dan zeg maar Samsung met die toestellen. Nee, precies. Dus het plan is wel een beetje dat er ingespeeld wordt op die vraag naar vernieuwing, zodat ze toch nog op de golf van het succes mee kunnen blijven varen. Het plan, ja, ik weet niet wat het plan is van Apple. Apple heeft nu gewoon een nieuwe baas, hè? Die Tim Cooks. En dat is een productieman. Die komt van Compaq af en die weet hoe je fabrieken moet inrichten. En je hebt designers aan de andere kant die er rondlopen. En je hebt aan de andere kant software mensen. En de vraag is of die mix die zo goed gewerkt heeft onder Steve Jobs, wat een ongelooflijk recalcitrant type was, maar wel een perfectionistisch type, die heel erg op gebruikersvriendelijkheid was georganiseerd. Moest gewoon lekker, makkelijk, eenvoudig, goed werken. En hij was ook nooit bang om mensen enorm erop aan te spreken, de huid vol te schelden. En nu komt er een nieuw evenwicht. Nu komen er nieuwe mensen met macht en andere mensen met voorkeuren. En de vraag is, wat gaan ze doen? Gaan ze proberen zoveel mogelijk geld te verdienen? Ja, want dat heeft Apple op de afgelopen 2 jaar prima gedaan. Geen nieuwe producten geïntroduceerd. De iPad was eigenlijk het laatste vernieuwende product. Ze hebben betere producten uitgebracht, maar niet vernieuwende producten. En sinds Steve Jobs dood is, is er geen vernieuwend product meer gekomen. Alleen maar ja, iets beter van hetzelfde. En dat is de vraag, kan Apple dat doen? Als ze dat niet kunnen doen, dan zullen ze gewoon een prima bedrijf blijven voor de komende 10, 20 jaar. Net zoals HP ook nog gewoon een miljardenbedrijf is. Maar dan zullen ze niet meer die enorme groei krijgen. En zal het langzamerhand gaan afkalven. Want op het ogenblik krijgen ze een premium voor hun producten. Alle producten van Apple zijn gewoon relatief, ja, zijn gewoon duur. Omdat het ook gewoon, iedereen heeft ook het gevoel van, ja, dat zijn gewoon prachtig mooie dingen. Daar moet ik de hoofdprijs voor betalen. En dat vind ik ook niet erg. Ik sta in de rij om de hoofdprijs te betalen voor een prachtig nieuw product. Willen ze dat in de volgorde, in de komende tijd volhouden, dan moeten ze weer met nieuwe dingen gaan komen. Ja, toch is het zo, ook bij ons op school bijvoorbeeld, zie je veel mensen die in het bezit zijn van een Mac. Ja. Terwijl heel veel mensen daar eigenlijk misschien niet zo'n grote, die zouden het niet zo heel erg nodig hebben, omdat ze niet veel meer gebruiken dan internet en Word bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Het verschil in computers is ook bijna niks geworden, zeg maar. Hè? Omdat je toch alles op internet doet en alle softwareproducten, of je nou Photoshop hebt en dat doe je op de Mac of Windows, maakt eigenlijk allemaal geen bal uit. Tot nu toe is nog steeds trouwens gewoon 93% van de telefoons zijn zijn Windows en 7% zijn Mac. Maar voor alle computers van boven de €1000 is 50% Mac. Ja, dus ja, precies. De Macs zijn 2 keer zo duur. En er zijn een heleboel mensen die dat vooral een beetje die in media zitten en design. En die vinden het niet erg om daar gewoon 2 keer zoveel voor te betalen. Maar de goedkoopste Apple MacBook kost €1000. Ja, en voor €400 heb je een goede Mac, heb je een goede Windows PC met allemaal dingen. En wat aardig is nu, dat Windows 8 is nu echt een innovatief nieuw systeem wat echt lekker werkt als op een tablet en wat lekker werkt op een computer. En wat eigenlijk het meest innovatieve is en die de afgelopen 10 jaar is gemaakt. Dus dat wordt weer ook interessant. Er zit nu innovatie aan de Microsoft-kant met Nokia en aan de telefoonkant. En er zit nu innovatie aan de PC-kant. En dat wordt weer een uitdaging voor Microsoft, want voor Apple. Want tot nu toe was Apple altijd, ja, er zit wat design in. De rest van de wereld deed niks in design. Het werkte gewoon goed. Nou, dat is nu ook met Windows 7 is dat ook wel geregeld. En het smolt gewoon lekker. Nou, dat is nu met, je kunt zeggen van Windows 8 wat je wil, maar het ziet er gewoon mooi, smakelijk, design. En het is vernieuwend. Het is helemaal georiënteerd rondom de persoon. Terwijl de Mac is meer georiënteerd rondom programma's die je dan kunt starten. En dat is toch een andere invalshoek. En ik denk dat dat goed is voor Windows en dat ook goed is voor de concurrentie van Apple. Oké. Maar je nog wat uit een andere hoek filmen?
Na de dood van Steve Jobs is er heel veel veranderd binnen het bedrijf, zoals je ook al zei. En mensen hebben zijn plaats deels ingenomen, taken zijn verdeeld. Hoe denk je verder dat de toekomst voor Apple eruit ziet? Zou dat nog lang zo door kunnen gaan of moet er toch echt wat veranderen? Wil het bedrijf nog meer dan 10 jaar in de top zitten? Het is aan hun om te verliezen. Er is een enorme hoeveelheid loyaliteit bij de gebruikers van Apple. Dat is nu op een bijna religieus hoogtepunt. Dus ja, ze moeten het zelf verkloten. Ze hebben tot nu toe nog niet zo dingen verkloot. Ze hebben een beetje problemen gehad met de mapping, met de kaartenapplicatie. Die hebben Google Maps eruit gegooid, terwijl hun eigen Apple Maps echt lang zo goed niet was, met heel veel stomme fouten. Maar goed, hebben ze excuses voor aangeboden. Met de beurskoers die is nog verdubbeld. Die is nu weer een beetje aan het dalen. Maar de omzet gaat omhoog. De hoeveelheid bestelde goederen. Het is nu aan Apple. Het is aan Apple om het te verliezen. Dus het is bijna niet mogelijk voor anderen om hun in te halen. Maar het is de vraag: kunnen ze nieuwe dingen blijven produceren? En nu zie je allemaal reshuffling. En de man van retail is weg. De man van het operating systeem is weg. En de vraag is, wie gaat die nieuwe rol invullen? Er zit nu een designer. Een echte designer die echt van houdt van vormgeving. Die is nu ook de baas van de software. Nou, geen idee of hij die combinatie kan maken van een mooi apparaatje en mooi vormgegeven software. Vind ik allemaal wel spannend. De komende jaren kunnen ze nog op hun MacBook en op hun iPad en op hun iPhone en op de iPod Touch kunnen ze nog lekker veel geld blijven verdienen met heel veel miljarden. Ik denk dat de beurskoers wel het allerhoogste is geweest en dat we gewoon naar een dat de beurskoers wel omlaag gaat. Dus het zou geen goede investering meer zijn, denk ik, om in Apple te investeren. Dan moet er echt nog weer wat nieuws gaan gebeuren. Er zijn wat geruchten dat ze de tv opnieuw willen gaan uitvinden. Ja, nou, dat is een mooie markt, want tv, dat moeten we ook allemaal weer gaan kopen. Maar of Apple daar een breuk kan maken, dat waag ik sterk te betwijfelen. Steve Jobs heeft nog geschreven in zijn biografie dat hij het idee had om de tv beter te maken. Nou, als dat zo is en ze brengen dat product uit, dan kan het weer verder omhoog gaan. Misschien gaan ze wel mooie auto-apparatuur maken of andere spullen. Maar voorlopig zie ik er nog geen tekenen van. Is het nog te vroeg? Zie je nu meer een afbraak van innovativiteit en nog geen nieuwe dingen? Maar dat zou dan toch nog steeds een idee van Steve Jobs zijn, waar het bedrijf dan uiteindelijk op doorteert. Ja, nou maar goed, HP is nu in de problemen. Maar de gebroeders HP zijn al tijdenlang weg, weet je wel. Die zijn al 20 jaar, gewoon 25 jaar weg. Dus een bedrijf kan heel lang door blijven gaan. En Microsoft was absoluut on top of the world, zeg maar, 10 jaar geleden waren ze supermachtig. Ze hebben eigenlijk 10 jaar niks gedaan. En ze zijn nog steeds gewoon gigantisch groot. Dus bedrijven gaan niet zo snel omlaag. Nokia, die is echt gewoon aan het interen. Die is echt kleiner aan het worden. Die heeft het verkloot en die heeft er ook op een gegeven moment geen marktpositie meer. Ik denk dat het met Apple nog wel eventjes duurt voordat die hebben nog minimaal 5 tot 10 jaar om het gewoon te gaan verkloten, voordat ze echt weer grote innovaties moeten hebben. En dat zou ik niet op dit ogenblik, en niemand niet, zou dat gewoon kunnen voorspellen. Dat is een mooi einde. Dankjewel.